3, 2, 1. Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben wel aan het lachen. Ik heb ook zin in vandaag, maar ik heb wel heel erg slecht geslapen. Gisteren heb ik namelijk heel erg veel salto's gedaan en ik ben op de trampoline gaan springen. En blijkbaar is dat niet zo goed bevallen voor mijn onderrug. Dus ik werd vannacht midden in de nacht wakker en ik heb aardig lang wakker gelegen. Dus niet zo heel erg veel geslapen. En ik kan gewoon amper mijn sokken en mijn schoenen aandoen. Ik heb echt last van mijn rug. Maar goed, we gaan er in ieder geval een mooie dag van maken. Ik heb hier Sokje, die al bij haar bakje helemaal zit te miauwen. En ik heb daar Makia. Makia, kom maar. Hey, ja, er staan hier twee bakjes. Allebei eentje, hè? Makia, kom maar. Hier, Sokje is er al. Kom maar. Hier, deze is voor jou, Sok. Ze gaan al steeds beter met elkaar, mensen. Doe maar, ga maar eten. Makia. Nee, Makia, die is voor jou. Kom maar. Oh, toch voor Sok. Toch voor Sok. Hier, Makia. Volgens mij is het me gelukt, mensen. Volgens mij is het me gelukt. Kijk ze nou dan. Redelijk dicht bij elkaar. Hè? Wat dat natte voer met die katten doet, dat is niet normaal. Eerder gaf ik Sok alleen maar brokjes. En toen op een gegeven moment wilde ze niet meer eten. Toen wilde ze gewoon een keer wat anders. Dus nou oké, okay, boodschap begrepen. Heb ik nat voer gehaald. Elke ochtend. Miauw! Maar echt gewoon zo hard miauwen. Omdat Sok weet, als het ochtend is, krijg je een beetje nat voer. Dus ze is nu echt ontzettend aan het genieten. Ik wilde eerst de auto pakken, maar toen dacht ik, misschien is het wel handig als ik eventjes naar het dorp ga lopen voor mijn rug, zodat die niet zo stijf wordt. Want ik heb een keer een tip gekregen dat als je last hebt van je rug en je kan dus amper je schoenen of je sokken aandoen, dat het niet de bedoeling is dat je dan niks meer gaat doen, want dan wordt hij heel erg stijf. Je moet hem juist blijven bewegen. Dus, even lekker lopen. We zijn allemaal ingrediënten aan het halen hier in het dorp van Zeist. Want Myron die heeft iets heel erg leuks gezien en dat is zelf olifantentandpasta maken. Yeah. Ja, en we hebben dit wel eens vaker voorbij zien komen bij andere YouTubers die dit hebben gedaan. Ik heb het nog niet gezien in Nederland, wel in het buitenland. En wow, David Dobrik die had dat gedaan. Die had meteen het wereldrecord gezet. Dat is niet iets wat wij gaan doen. Dat is wel heel erg extreem en groot. Wij gaan het even wat kleiner aanpakken. Maar het is alsnog wel een ontzettend leuk experimentje. We hebben hier onder andere waterstofperoxide van 6% wat we nodig zijn. En we hebben nog één dingetje nodig wat we even bij de supermarkt gaan halen. We hebben hier nog wat kleurstoffen en we hebben hier droge gist. Dit hebben we ook nog nodig. Even wachten. Kijk eens even. Deze hebben we nog nodig. Een Knolpower lunchbox. En we hebben een Knolpower schoolbeker. Kijk eens even. Jeetje, wat mooi. Die nemen we ook mee. Echt? Nee, tuurlijk niet. Die heb ik toch al lang thuis liggen. Maar als je wil halen, ze liggen nog bij de Jumbo. Bij bijna alle Jumbo's in Nederland. Dus mocht jij ze hebben gehaald, tag me dan even op Instagram. En dan ga ik het reposten of ik reageer er eventjes op. Dit is gewoon super. De deur wordt open gedaan. Ik til alle tasjes. Alle tasjes, want Enzo heeft last van de rug. Ondertussen lekker halve rookworst op een broodje. Oh, dit is wel geniet hoor. Ik bedoel, dit is genaaid. Dit is hem lekker genaaid. Dit is hem genaaid. Ja, genaaid. Zo. Oké. Nu gaat er echt een wereld voor me open, want we zijn in een Turkse winkel en je hebt hier henna. En ik dacht dat was voor op je handen om te schrijven. Nee, het is officieel voor je haar. Kijk maar, hier staat ook voor highlights of iets dergelijks. Het is zwart. Oké. Maar het is blijkbaar zo bijtend spul dat je het ook op je huid kan doen. Dat het ook een paar dagen of een paar weken op je huid blijft zitten. Maar ik weet niet of deze goed genoeg is, dus ik ga even... Want jij wil gewoon experimenteren met henna of zo? Ja, gewoon even een tekening op je lichaam maken. Kan je goed tekenen dan? Jawel. Op mijn lichaam? Ja. Op je rug, zo'n hele mooie mandala. Nee, mag dat? Gewoon een mooie tattoo op je rug maken? Ja, ik zie hem toch niet. Dus... Nee, daarom. Ja, als hij maar over een paar weken weer weg is. Ja, maar dit is meestal een week hoor. Nou, super. We zijn thuis en we hebben, als het goed is, alle ingrediënten om dit experimentje te doen. Wat gebeurt hier?
Oh my god. Makia zit gewoon op de pies. Hè? Wat doe je, joh? Oh, lekker plekkie. Kijk dan. Nou, daar heeft Sok nog nooit gezeten. Nee, Makia vindt allemaal nieuwe plekjes uit hier. Oh, hoppakee, hallo. Ja, Sok doet dit nooit, hè? Makia is super nieuwsgierig. Nou, jij mag meekijken hoe wij dit experiment gaan doen. We hebben hier in ieder geval een vuilniszak op de tafel gelegd. Stel voor, niet dat het fout gaat, maar stel voor het gaat een beetje knoeien. Wat kan gebeuren? We hebben dit alleen nog maar gezien op internet. We hebben het nog nooit zelf gedaan. Maar we hebben wel heel goed gekeken of iedereen dit kan doen. Want ik zei tegen Myron, want het is jouw idee, zei ik, ja, maar hier moeten we toch een professional voor hebben. Dan kunnen we het toch niet zelf doen. Maar er staat letterlijk op die website, staat dat iedereen dit kan doen. Ja, oké. Okay. Het maken van olifantenpasta is een gemakkelijk en leuk wetenschappelijk proefje dat je thuis met je kinderen of met scholieren in een laboratorium uitkomt kunt voeren. Nou, natuurlijk is dit een laboratorium, hè? Dus ja. Dat komt helemaal goed. Hierbij ontstaat er een chemische reactie waardoor er een grote hoeveelheid schuim uit je fles of maatcilinder sijpelt. Nice. De beweging van het schuim lijkt op tandpasta die uit een tube geknepen wordt. En de hoeveelheid schuim is meestal genoeg voor een olifant om zijn tanden mee te poetsen. Top, nou dat gaan we dus uittesten. Maar er staat wel bij, voer dit experiment alleen uit als je de juiste voorzorgsmaatregelen hebt genomen en zorg ervoor dat er een volwassene in de buurt is. Omdat we dus waterstofperoxide gebruiken. Het is niet gevaarlijk of zo, maar als je dit te lang op je huid of iets dergelijks laat zitten, kun je brandwonden krijgen. Dus, maar doe dit sowieso niet zonder een volwassene. Dat is wel even een belangrijke boodschap die we dus hebben meegedeeld. Dus daarom heb je mij nodig, een volwassene. Dankjewel. Dan gaan wij nu, en dat klopt eigenlijk wel, want ik had laatst een filter gebruikt op Instagram en toen kreeg ik dit als resultaat. Neuspeuteren. Wat is de allereerste stap? Stap 1. Meng 3 eetlepels water met gist en laat het mengsel staan. Hier heb ik 3 eetlepels water. Oké. Okay. En hier is gist. En dat was ook 1 eetlepel. Nou, een zakje is precies 1 eetlepel ongeveer. Ja, precies. Hoppakee. En dit moeten we mengen. Nu we dit goedje hebben gemaakt, moeten we 120 milliliter waterstofperoxide. Peroxide. Moeten we gieten in een maatbeker. 120 milliliter. Zo, dat is best wel dik spul, zeg. Nee, is dat wel goed? Dit is echt dik spul. Ik dacht dat het waterig zou zijn. Dan moet je ook een beetje afvalsmiddel erin doen. Dat is wel een heel klein beetje, maar ja, dat staat er. Ja. Een beetje voedingskleurstof. Nu kan je dat goedje gaan roeren. Dat is eigenlijk vrij simpel. Oh, het wordt al mooi van kleur. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is de gist met het water hierin gieten. Ja, en dan gaat het als goed is. Omhoog. Oké, 3, 2, 1. Het gaat omhoog, maar niet zoals we hadden verwacht. Maar het komt langzaam, het komt langzaam. Het gaat heel langzaam omhoog. Oké. Zou ik een beetje zo klutsen? Dit is niet echt wat we hadden verwacht, hè? Nou, het gaat al wat meer. Het gaat al hoger, het gaat al hoger. Kijk. Oh ja, oh ja. Het moest meer gemengd worden met elkaar. Nou, dat duurt wel lang zo, hè? Jeetje, dat duurt wel heel lang zo. Maar dit is dus wel de chemische reactie, alleen hadden we hem veel sneller verwacht. Ja, ik denk dat dit normaal vloeistof is, die waterstofperoxide. Dit is een soort van crème. Dat is normaal een soort van water. Dus ja. Dan mengt het in één keer met dat gist en nu kon dat gist niet mengen met dit. Klopt. Ja, als je het roert gaat het wel ietsjes harder. Maar ja, niet zoals we hadden gehoopt. Helaas. En ik denk inderdaad puur omdat het komt doordat de waterstofperoxide niet vloeibaar is. Maar heel even, kunnen we dit niet verdunnen?
Want het blijft natuurlijk 6%, ook al verdun je het. Of is dat een hele domme opmerking? Ik heb geen idee. Het wordt wel minder procent, maar we kunnen het wel verdunnen, denk ik. Want er stond ook op, dit is 6%, en op de website stond dat je het ook met 3% kon doen. Maar dat er dan de reactie minder goed ging. Ja, dan kwam er minder schuim. Dus we kunnen dit een beetje verdunnen. Zullen we nu gewoon een hele fles doen? Oké. Okay. We hebben dus 120 milliliter gebruikt van een liter waterstofperoxide. Dus wat we dan nu moeten doen is gewoon 900, of nou eigenlijk 880 milliliter, moeten we gewoon gaan verdelen over de rest van de spullen die we hebben gebruikt. Dus dat betekent dat we ook meer gist moeten gebruiken, meer water en meer afwasmiddel. Ja. En we hebben nog twee andere kleurtjes die we eventueel kunnen gebruiken voor dit experiment. En dan zeggen we, hey, biertje! En dan kun je dit zo, net als bier zo. Ik hoop echt dat het nog goed gaat werken. Aangezien we nu alles keer 7 gaan doen, pakken we eventjes van mijn plastic doppenverzameling, pakken we eventjes een lange vaas. Ja, ja. De doppen moeten er wel uit. Ja, haal die doppen er maar uit dan. Zo. Oké, dan gaan we het nu hierin doen. De olifantentandpasta. Oké, deze doen we hierin. Nou, ga je gang. Zullen we deze dan nu een heel klein beetje verdunnen? Met water? Ja, zodat het niet zo'n papje is, maar iets dunner. Oké. Ja, nu is het veel dunner. Nu is het echt veel dunner. Ja, dat is beter. Dit is echt beter. Ik denk dat dit super goed gaat werken. 21 eetlepels warm water. Oké, nu doen we 6 zakjes gist in warm water. Ik blijf de hele tijd roeren, want er mogen geen klontjes in zitten, las ik. Ik denk dat deze wel echt heel gaaf wordt, mensen. Ja, er zit nu helemaal geen klont in. Nee, dit is perfect. Dit is echt perfect. Doe je echt heel goed dit. Oké, nu dat helemaal is geroerd, moeten we alleen nog eventjes wat afwasmiddel en een kleur in de waterstofperoxide doen. Zullen we gewoon alle kleuren tegelijk doen? Gewoon alle pakjes? Ja, ik vind het prima. Top. Goed idee. Dit is het eindexperiment. Ik hoop echt dat deze heel goed gaat. Ja, ik ook. Dus we gaan alles gebruiken. Nu de afwasmiddel erbij. Dus we gewoon nu echt wel een goede scheut doen, hè? Ja. Nou, ik denk wel meer hoor nog. Nee, ik had net echt goede spuit gedaan hoor. Ja, oké. Kijk, het is zelfs een beetje groen van de afwasmiddel. Oké, dan moeten we nu nog de kleurtjes erin doen. Hier gaat de allereerste kleur, dus blauw. Scheetje. Geel. Je ziet het niet echt, hè? Nu nog niet, maar als we straks gaan mengen, dan ga je een hele gave kleur zien, denk ik. En rood. De laatste. Kijk, favoriete kleur. Wow! Ik denk dat we het zo moeten laten. Niet helemaal goed doormengen, maar zo. Dat denk ik ook. Kijk van de bovenkant. Oh, het ruikt lekker. Ja, het ruikt wel lekker, ja. Maar we moeten oppassen, want er zit waterstofperoxide in. Oh ja, daar wel in. Daar is de gist. Met water. Ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik denk dat ik het heel hard ingooi, dat het in één keer zo gaat mengen. Dat is een hele goeie. En neem genoeg afstand. We hebben niet voor niets hebben we hier een camera neergezet die het van wat dichterbij kan filmen. Ja, en dan gaan we het wel zien. Oké, 3, 2, 1. Ja, daar komt het. Oh, het komt wel echt goed omhoog. Ja, daar komt het. Kom op, je kan het! Het moet harder omhoog gaan. Ja, het moet ineens omhoog gaan. Maar het gaat langzaam, het gaat heel langzaam. Ik denk echt dat het door die waterstofperoxide komt. Dat die niet vloeibaar is, maar gewoon heel dikker. Zal ik klutsen even? Ja, ik denk even klutsen, ja. Het mengt niet goed genoeg, dat is het. Nou, het gaat echt heel langzaam. Maar we gaan het top halen. Ja, het gaat wel omhoog.
Steeds een stukje hoger. En in één keer... Ja. Dat zou wel mooi zijn. Maar ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die dit experiment een keer thuis hebben gedaan en dat het wel lukte. Want dan moeten jullie die tips geven en dan gaan we het nog een keer proberen. Want ik wil wel een keer zien dat het echt zo hard gaat. Ja, dat lijkt me ook heel mooi. Ja, het gaat de top halen, dat wel. Ik wil zo graag de top halen, dat het net zo eroverheen komt. Of gewoon versneld afspoelen. Wow, het gaat echt snel! Ja. Het is wel helemaal warm. Deze hele fles is warm. Ja. Ja, inderdaad. Het is helemaal warm. Het gaat net niet de top halen. Helaas, helaas. Net niet haalt het de top. Jawel, het moet. Oh, nee. Ik wil de top halen. Oh, hij is wel verder nog omhoog gegaan. Ja, klopt. Ik denk dat we hem op de grond moeten zetten, want dit lukt niet. Oh, dit lukt wel, denk ik. Oh, je wilt echt heel graag halen. Nou... Nou, het gaat nog wel een beetje omhoog. Ja, daar komt het op, daar komt het op. Je wilt het echt zo graag, hè? Ja, maar het komt goed, dat zie je toch. Ja, je hebt hem echt bijna gehad. Ik denk als je nu stopt dat het wel komt. Ja, nou, dit is zo goed als de top, toch? Het is echt heel warm. Ik denk dat we de hoeveelheid die we hierin hebben gedaan, ik denk dat we dat in een fles hadden moeten doen. Dan was het wel zo. Ja, dat denk ik wel. Want er stond ook op die website dat zorg ervoor, hebben we niet helemaal naar geluisterd, maar we hebben ook veel meer hoeveelheden gebruikt dan dat er stond. We hebben gewoon alles keer 6, keer 7 gedaan ongeveer. Maar er stond ook gebruik een fles waar het uiteinde wat dunner is dan de rest van de fles. Want dan gaat het een beetje omhoog spuiten, zeg maar. Ja, en dat is bij dit niet. Het gaat van heel dun naar steeds breder. Maar het ziet er wel vet uit met die kleurtjes. Het ziet er heel vet uit en hij is precies gevuld zoals je ziet. Ja. Ik moet zeggen dat ik wel een beetje teleurgesteld ben naar het eindresultaat. Maar dat betekent dat we het sowieso nog een keertje gaan doen. En de reden waarom het dus nu niet goed ging, we hebben alle spullen ondertussen opgeruimd en schoongemaakt. Ik kwam erachter dat op de fles van de waterstofperoxide stond dat het waterstofperoxide was op basis van crème. En we hadden het moeten hebben op basis van water. Ja, we hebben het bij een kapperszaak gehaald. Ik had zelfs nog nooit gehoord van waterstofperoxide. Dus ja, we zeiden gewoon, dit hebben we nodig. Oh ja, dat heb ik wel. Nou, hier is 7 euro voor een liter. Ik dacht helemaal prima, maar ja, niet wetende dat het waterbasis moest zijn in plaats van crèmebasis. Dus dit wordt nog vervolgd. Ik heb ondertussen trouwens hier, zien jullie het, het lijkt aan de voorkant misschien een beetje een soort van luier. Maar ik heb de pleister op mijn rug geplakt. Althans, heeft Marvin bij geholpen. En het zit helemaal om mijn rug heen. En het is aardig aan het zweten bij mijn onderrug. Het is echt super warm. Het is ook een warmtepleister, logisch. En dat moet een beetje pijnverlichtend zijn. Want mijn onderrug is echt aardig verrot. Tenminste, zo voelt het. Best pijnlijk. Dus aangezien we best wel veel stappen hebben gedaan en heel het dorp rond zijn gegaan naar alle ingrediënten, ga ik nu even lekker rustig chillen. En dat chillen ziet er als volgt uit. Een lekker broodje van ingrediënten van de Turkse winkel vanmiddag. Lekkere limonade. Makia die is er aan het chillen. En wat hebben we hier? The Walking Dead. Oeh. En wat hebben we hier nog meer? Kijk eens eventjes. Makia. Vind je het leuk, hè? Pak hem maar. Die vindt Makia wel echt leuk. Dat is wel echt leuk aan Makia. Die is heel erg speels. Pak hem maar. Lekker spelen, hè? En als jullie je afvragen, maar waar is Sok dan? Hallo, Sokje. Hallo. Sokje. Sok is lekker aan het chillen. Ja, jullie houden elkaar nog wel een beetje goed in de gaten. Zal ik deze nog even voor je aanzetten, Makia? Hey. Wat vind je nou gek aan doen? Hier, kijk. Ik ga hem even omdraaien. Doe ik hem aan. Pak hem maar. Wat is dat?
Wat is dat, Makia? Hij blijft elke keer hangen, die vlinder. Kijk er ook kijken. Hey. Hey. Vind je het leuk? Ze gaat straks uithalen, dat weet ik zeker. Kijk, dit is beter. Kijk, 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 zie je, dat bedoel ik. Nog een keer. Komt-ie hoor. 1, 2. Oké, let's go, Makia. Let's go. Dit is zo leuk om te zien. Je sloopt dit ding nog, joh, gek. Pak hem. Pak hem, Makia, pak hem. Pak hem. Kijk er ook kijken. En op een gegeven moment dan is het genoeg. Ik weet niet wanneer ze dat denkt, het is genoeg, maar er komt een moment. En dan in één keer gaat. Ja, ik leid daar ook een beetje af. Hè? Pak dan. Pak maar. Oké, ik doe hem uit. Zo. Het is mooi geweest, Makia. Zo. Ik ga lekker slapen, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb nog een beetje serie gekeken en dus gewoon gechilled op de bank. Ik ben ook in slaap gevallen. Ik hoop echt dat ik vannacht lekker ga slapen en dat morgen mijn rugpijn voorbij is. Maar dat gaan we morgen wel zien. Hopelijk zijn jullie er dan bij om 4 uur. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!